Het Affordable Housing, oftewel betaalbare huizenproject, is de voortgang van de twee uitgevoerde Low Income Shelter programma's LISP. Dit is vanmorgen naar voren gebracht tijdens de driedaagse workshop van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting SOSAVO. De workshop is in samenwerking met het ministerie van Financiën en de Islamic Development Bank georganiseerd. Gilmore Hoefdraad, minister van Financiën, zegt dat de verbetering van de sociale ontwikkeling belangrijk is. Volgens hem is er hierbij sprake van gelijke kansen voor elke burger, waaronder goede huisvesting. Daarvoor moeten er dan financiën worden uitgetrokken, zegt Hoefdraad. Les 3 is tot stand gekomen middels een financiering van de Islamic Development Bank voor een bedrag van $35 miljoen, een eigen bijdrage van $3 miljoen in land en $750.000 in cash. De leningsovereenkomst is getekend op 14 oktober 2017 voor een periode van 5 jaar. U mag weten dat er enorm veel inspanningen zijn gepleegd om de financiering voor het LIS rond te krijgen, samen met het betrokken ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Christine Polak van SOSAVO geeft aan dat het Affordable Housing Project aan 4000 personen een stukje woonzekerheid zal aanbieden. Dit kan geschieden middels renovatie, uitbreiding of nieuwbouw met of zonder eigen grond, zegt Polak verder. Het Affordable Housing Project zal aan personen behorend tot de lagere inkomensgroepen gedeeltelijke of algehele subsidies verstrekken. Die zullen voorzien in verbetering en of uitbreiding van de bestaande woning of het opzetten van een nieuwe woning op eigen grond of met inbreng van grond van de staat. Bij de gedeeltelijke subsidies zullen personen een eigen inbreng moeten hebben. Het zij in geld, het zij in materialen, het zij in arbeid. Het concept is niet nieuw. En het is al iets eerder uitgevoerd onder de noemer LISP 1 en LISP 2 met leningen van de Inter-Amerikaanse Bank en zal nu onder de noemer nogmaals Affordable Housing Project met financiering van de Islamic Development Bank voortgezet worden. Christine Polak, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zij sprak vanmorgen tijdens de start van de driedaagse start-up workshop van het Affordable Housing Project. De workshop wordt gehouden in de SAIS LVV-vergaderzaal aan de Letitia Vriesdelaan en duurt tot en met woensdag.